Healy, de wearable voor jouw welzijn, gezondheid en fitness. Om de Healy te gebruiken heb je een iPhone met iOS 9.0 of hoger nodig, of een smartphone met Android 4.4 of hoger. Voordat jij je Healy kunt gebruiken, moet je de ingebouwde batterij volledig opladen. Je kunt de batterijstatus zien door één keer kort op de aanknop op de Healy te drukken. Je Healy is gereed voor gebruik als de groene LED aan de rechterzijde continu knippert. Als de groene LED een paar maal kort knippert en dan weer uitgaat, moet je de Healy opladen. Gebruik hiervoor een micro-USB-kabel en de voedingsadapter uit het Healy-pakket. Om de Healy-app te downloaden, heb je een internetverbinding nodig op je smartphone. Open de Apple App Store of de Google Play Store en zoek naar Healy. Download de gratis Healy-app en installeer deze. Nu is alles klaar voor gebruik en kun je de Healy gaan gebruiken. Schakel de Healy in door kort op de knop in het midden van het apparaat te drukken. De groene LED moet nu herhaaldelijk knipperen. Start nu de Healy-app op je smartphone. De app verbindt de Healy automatisch met je smartphone via Bluetooth. Bevestig de volgende drie stappen om Healy toegang te geven tot je camera, media en bestanden, om video's en foto's te maken en om toegang tot de apparaatlocatie te verlenen. Nu wordt er een scherm weergegeven met een vrijwaring en een scherm om de algemene voorwaarden te accepteren. Lees beide zorgvuldig door en bevestig deze om verder te gaan. Daarna vraagt de Healy-app naar het serienummer van je Healy. Dit nummer staat op de kleine witte sticker aan de achterzijde van de Healy. Je kunt het serienummer met de hand invoeren of scannen met de QR-codescanner. Klik nu op Verbinden. De app maakt verbinding met je Healy, waarna de Bluetooth-LED aan de linkerzijde van je Healy gaat knipperen. Als je met het internet bent verbonden, ontvang je een bericht. Na het bevestigen van het bericht worden je Healy-programma's automatisch gedownload en geïnstalleerd. Als je update niet automatisch wordt weergegeven, klik je op Eigenschappen en daarna op Controleren op updates. Alle programma's die je hebt aangeschaft worden daarna gedownload en geïnstalleerd. Je kunt ook de taal wijzigen in het menu Instellingen. Nu is alles gereed om je eerste Healy-programma uit te voeren. Kies een programma en zet het op je Healy door op het betreffende pictogram te tikken. Hierna verschijnt een scherm dat aangeeft hoe je de elektroden voor dit programma moet aanbrengen. Als je op starten tikt, wordt het programma op je Healy gezet. Op het programmascherm kun je het programma pauzeren en herstarten door op het pictogram in het midden te tikken. Je kunt ook de intensiteit aanpassen totdat je een licht tintelend gevoel merkt. Als je helemaal niets voelt bij een instelling van 100%, heb je een programma voor lokale toepassing gekozen of is je huid te droog. In het laatste geval kun je de elektroden het beste vochtig maken met een beetje water. De kleur van de cirkel die de verstreken programmatijd aangeeft, geeft aan of er stroom loopt. Als deze cirkel zwart is, loopt er een dusdanig lage stroom dat deze niet kan worden gemeten. Als de cirkel wit is, loopt er stroom. Grijs betekent dat er geen meting kan worden gedaan. Veel plezier met je Healy-programma's.